Om inzicht te geven in het perspectief van politie en justitie zijn vele personen benaderd. De minister van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, woordvoerders van de politie en diverse eminente hoogleraren. Om verschillende redenen konden en wilden ze niet meewerken aan dit item. We willen dit toch graag meenemen in de discussie. Zittend op de stoel van een politiefunctionaris zou je de volgende vragen kunnen stellen. Moeten er tijdens het wiet-experiment hogere straffen worden uitgedeeld aan illegale hennepkwekers? Moet de politie zich überhaupt nog bezighouden met het oprollen van hennepkwekerijen? Ook vraagt de politie zich wellicht af wie de controles uitvoert op de verkoop van de koffieshops die in het experiment zitten. Is dat de RIVM? Of de MVWA? Of de politie? Hoe kun je gereguleerde... En illegale cannabisproducten onderscheiden. Daarnaast kan het wiet-experiment vanuit justitieel oogpunt vragen oproepen over de geloofwaardigheid van het rechtssysteem. Hoe kun je verantwoorden dat de koffieshops in de ene gemeente gereguleerde wiet mogen verkopen en in de andere gemeente niet? Creëer je zo niet rechtsongelijkheid?